Norbert, bekervoetbal, dat betekent vaak dat andere jongens de kans krijgen. Dat is goed nieuws voor jou in dit geval. Ja, zeker. Voor mij een mooi moment om lekker te gaan spelen. En ik kijk er ook heel erg naar uit. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan ook wel even aan toe bent. Je bent nu 1,5 maand hier, dat je gewoon lekker zo'n wedstrijd kan spelen. Ja, je wil natuurlijk het liefst elke wedstrijd spelen. Nou, ik weet hoe de situatie hier is, ook hoe ik hier naartoe ben gekomen. Ik denk dat het voor mij een compliment is dat ik mag spelen. Dat ik mijn ding doe tijdens training, dat ik me probeer te ontwikkelen. Maar wat je zegt, het is je speelt naar een wedstrijd toe, daar kijk je naar uit. En dat is heel erg fijn. Je kende de situatie toen je de keuze voor Excelsior maakte. Is dat wel een bewuste keuze die je dan maakt? Nou, het was voor mij in die zin een bewuste keuze dat ik de stap omhoog hou. Met die gedachte ben ik ook naar Topos gegaan. Een jaar te spelen om uiteindelijk een stap naar Eredivisie te zetten. Die kans kwam voorbij en die heb ik met beide handen aangegrepen. Maar ja, het is zeker, het was bekend toen ik hier kwam. Maar ik doe er elke dag alles aan om het te ontwikkelen en aan de trainer te laten zien. Ja, nu, hoe anders is het als je tweede doelman bent? Ja, normaal gesproken leef je echt naar die wedstrijden toe. En nu weet je ook dat je een dag voor de wedstrijd gewoon volle bak kan geven op training. En dat je wat extra kan doen. En op die manier kijk ik er ook echt naar. Om elke dag gewoon alles eruit te halen en mezelf te ontwikkelen. Zowel op het veld als buiten het veld. Dus misschien maak je dan wel iets meer trainingsuren dan normaal. Maar het gaat me tot nu toe goed af. Ja, je hebt natuurlijk zondag ook kunnen zien hoe Stijn van Gassel het tegen Ajax deed. Heel veel tegengoals, maar hield ook heel veel tegen. Is het lastig als keeper om zo'n wedstrijd te moeten spelen? Ja, ik denk dat het altijd lastige wedstrijden zijn. Maar aan de andere kant ook wedstrijden om te laten zien. Je krijgt veel te doen, dus je kan je ook onderscheiden. Maar ja, ook zondag zie je dat je sterk kan keepen, ondanks dat je zoveel doelpunten tegenkrijgt. Dus dat het daar moeilijk misschien is om een balans in te vinden. Maar ja, dat zijn moeilijkere wedstrijden. Maar wat ik zeg, ook wedstrijden om je gewoon te laten zien. Hoe moet je dan zo'n bekerduel, hoe moet je daarnaar kijken tegen MVV? Want dat is natuurlijk een totaal andere tegenstander dan Ajax. Ja, maar ik denk dat we ze zeker niet moeten onderschatten. Ze doen het supergoed in de Keukenkampioen Divisie. Dat ook een ploeg die ik een beetje gevolgd heb. Zeker toen we hoorden dat de loting MVV was. Een ploeg die behoorlijk snel in de omschakeling is. Dus voor mij zal daar een belangrijke rol liggen om de restverdediging goed te organiseren. Daar zal ik dan ook veel aandacht aan besteden. Maar het is altijd bekerwedstrijden zijn altijd mooi. Eén wedstrijd is het en je moet zorgen dat je die wint om naar de volgende ronde te gaan natuurlijk. Dus het gaat echt om die wedstrijd en dat is alleen maar lekker. Ja, het is ook altijd onvoorspelbaar bekervoetbal. Er zitten altijd wel een paar verrassingen tussen. En je moet eigenlijk als Excelsior zorgen dat je niet die verrassing bent. Nee, wij moeten gewoon ons ding doen. Vanuit onze eigen principes gaan spelen. En dan moeten wij ervoor zorgen dat we deze wedstrijd winnend weten af te sluiten.